Het extreemrechtse gedachtegoed is in opmars. Shalomakers! I don't know if I'm going to be feeling safe walking by myself wearing my headscarf. That's stupid! U merkte dat er even iets misging. Er gaat van alles mis in deze wereld, kinderen. Maar geen paniek, want ik ben er rezen om feit en fictie van elkaar te onderscheiden. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar. En stop met lachen, dit is een serieus programma. Wees welgekomen, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Uw favoriete 2 tot 3 wekelijkse show. Cynici beweren al eens vaker dat ons land om zeep is. Maar om te bewijzen dat het hier eigenlijk best wel meevalt, beginnen we deze week met internationaal nieuws. In de States zei Caligula dit. We appreciate it very much, Tim Apple. Maar die mens heet Tim Cook. Hij is gewoon de CEO van Apple. Het is een fout die alles vaker voorkomt, vraag het maar aan Mark Facebook en Elon Tesla. Dat de Amerikaanse zangers Michael Jackson en R. Kelly vieze pedofielen zijn, is ondertussen genoegzaam bekend. Het is niet kosher, maar het is ook niet ongewoon bij dit soort vieze muzikanten. Priscilla Presley was 14 toen ze relatie begon met Elvis. Ik stel dus voor dat we de kunst van de kunstenaar loskoppelen, want niemand is heilig. En als ik mij dan toch bij één iets een vraag mag stellen, is het wel dit. Dit is Ignition Remix. Maar heeft ooit iemand het origineel gehoord van Ignition? Ik dacht het niet. Volgens mij heeft R. Kelly gewoon de remix uitgebracht zonder ooit het origineel uit te brengen. Wat een vieze P. Naar Algerije dan, dat ziet er tegenwoordig zo uit. De Algerijnen vieren feest omdat ze hun president Bouteflika willen buitenflikken. Proficiat Algerije, ik heb hier verder niets aan toe te voegen. Ik wou gewoon de woordspeling maken. En dan nu nieuws uit eigen land. Kinderen, je moet naar een apotheker. Maar weinig Belgen gaan een doosje gratis jodiumtabletten afhalen. Gratis, dat wel, maar de jongens mogen thuis blijven. Ze hebben vooral effect bij minderjarigen en zwangere vrouwen. Om niet te spreken van al die zwangere minderjarigen. Dan was er nog nieuws over ons eigen Fyre Festival. Alles leek in orde met het muziekfestival Code, maar niets is minder waar, want het festival is nep. Ja, ja, nep. Dat is net wat we willen dat je denkt. Wij hebben dus wel 2 echte tickets voor het Goat Festival. Je kunt ze winnen. Om deel te nemen moet je gewoon in de commentaren je adres en bloedgroep laten. C zal wel iemand kiezen. En dan is het nu tijd voor carnaval. In Aalst hebben 2 Joodse organisaties een klacht ingediend bij Unia tegen een praalwagen omdat die zogezegd antisemitisch zou zijn. De praalwagen was zo schofferend dat de VRT het ook niet durfde te tonen. Het gaat om deze wagen. Die wilde duidelijk maken dat ze krap bij kas zitten en daarom dit jaar een zogenoemd sabbatjaar nemen. Oplettende kijkers zullen gemerkt hebben dat het hier gaat om Hasidi-Joden. Je weet wel, met de hoed en de krullen, gelijk Aaron Berger bij de CD&V in der tijd. En toch heb ik geen enkele Hasidi-Joden klagen hierover. Enkel een Hollandse Ashkenazi. Een volstrekt misplaatste manier van lollig willen zijn. Ik weet niet of ik hiermee akkoord ben, want ik ben van mening dat je met alles mocht lachen. Dit is dus een existentieel probleem. En bij zo'n problemen vraag ik altijd het advies van mijn rabbijn. Antisemitisme. Nu gaan ze het heel ver zoeken, hè. Dan wat gaan we nog krijgen? Gaan de holibies protesteren omdat er voor Jeannette rondlopen in huis? Gaat Boudewijn van Spilbeek een klacht neerleggen omdat er daar mannen met een vrouwenpruik en in vrouwenkleren lopen? Allee zeg, het is niet carnaval die zot is. Het zijn zij die daartegen protesteren die compleet mafkezen zijn. Zot zijn doet geen zeer. Ashkenazi! Ik heb weer geen antwoord op mijn vraag, maar we weten tenminste dat het hem geen pijn doet. En dan gaan we nu over naar helaas het belangrijkste nieuws van deze week. Nieuw-Zeeland reageert verslagen op de zwaarste terreurdaad ooit in het land. In Christchurch, Nieuw-Zeeland, heeft een 28-jarige maft 2 moskeeën aangevallen en daarbij 50 mensen gedood. Hij deed het op vrijdag 15 maart en vrijdag was zijn uitgelezen kans, want omdat het vrijdag gebed aan de gang was, was het er heel druk. En als je dan eens denkt over hoe moslims bidden, beseft je dat deze lafweg knielend in de rug heeft geschoten.
geschoten. Wat een held. We kunnen ook redelijk snel concluderen dat hij niet de slimste is, want hij leverde zelf het bewijsmateriaal. Hij filmde de hele schietpartij en zette die op het internet. Maar het zou ook kunnen dat dit een publiciteitsstunt was. De aanval bleek opvallend veel weg te hebben van Noorwegen 2011. De dader heeft ook een manifest geschreven. Uit zijn verklaringen op sociale media en zijn zelfgeschreven manifest blijkt dat hij uit extreem rechtse racistische overtuiging handelde. Kinderen, ik weet hoe eendimensionaal de VRT naar het politieke spectrum kijkt. Daarom heb ik dat manifest gelezen. En ik zal proberen u een completer profiel te schetsen. Voor eerst, het manifest staat vol met schrijffouten en sommige paragrafen zijn letterlijk gekopieerd van Wikipedia. Dit is een 0 op 10. De dader was een Australiër met Engelse roots. Principieel toon ik zijn kop niet, maar neem het aan van mij, hij is zeker niet de schoonste. Vermoedelijk was hij onvrijwillig celibatair, want hij spendeerde zijn tijd veelal op 8chan, dat is een sociaal medium, vooral populair in extreemrechtse kringen. Hey, dag Tim, hoe kende jij 8chan? Dat is een imageboard voor pedofielen en ander verwerpelijk gespuis. Als je politiek en tetten wilt, moet je naar de andere imageboard gaan. We kunnen dus duidelijk spreken over een internetrol met politieke overtuigingen. Tim noemt hem zelfs deel van alt-right is een beetje een verzamelnaam voor een rechtse subcultuur. En dit bewijst nog maar eens dat Tim er niets van weet. Alt-right is namelijk de politieke groepering van Richard Spencer, een Amerikaanse rechtse conservatief en ethno-nationalist. Maar de dader was een Australiër. En hij noemt zichzelf geen conservatief, maar wel een ecofascist met een vreemde liefde voor Mosley en de Volksrepubliek China. Het klinkt allemaal heel verwarrend, maar vergeet niet kinderen, we hebben hier te doen met een internettrol. Dus misschien moeten we helemaal niets geloven van wat hij geschreven heeft. Hij beweerde zelfs dat hij geld heeft verdiend door te investeren in BitConnect. Het is verweven van de ironie en ze noemen dat shitposting. Houd uw bakkes, Tim. Ik heb geen Gen X'er nodig om mij uit te leggen wat het internet is. Maar shitposten was wel de juiste term. Zolang er mensen zijn, zullen er ook complottheorieën bestaan. En dat is deze keer niet anders. Het is nog steeds onduidelijk of de dader nu al dan niet militaire training heeft gehad. Maar als je de video beziet, dan lijkt hij toch op zijn minst een amateurcommando. Er zijn overigens mensen die denken dat de video vals is, maar dat geloof ik niet. Ik vind het waarschijnlijker dat hij niet de enige organisator van de aanslag was. Zoek dus naar iedereen die baat heeft bij een verdere polarisering van de wereld. Hij schreef zelf dat het de bedoeling was om een burgeroorlog in de Verenigde Staten te ontketenen. En hij begon zijn livestream met de woorden "Subscribe to PewDiePie", een YouTuber die heel polariserend werkt voor oude mensen gelijk Tim en Martin die hem niet begrijpen. En tenslotte komt het de regering ook heel goed uit. De premier van Nieuw-Zeeland heeft intussen aangekondigd dat er binnen de 10 dagen een nieuwe, strengere wapenwet komt. Dan wil ik mij nu even richten tot de Nieuw-Zeelanders. Making good people helpless does not make bad people harmless. Engels voelt vuil in mijn mond. Helaas, 3 dagen later kwam het slechte nieuws dichter bij huis. In Utrecht, in het midden van Nederland, begon een man te schieten in een tram. Deze twee zaken zijn gelinkt aan elkaar. Want de dader in Utrecht was een 37-jarige jongeman van Turkse afkomst. En de dader in Nieuw-Zeeland heeft een hele pagina in zijn manifest gewijd aan de Turken. En toch vond Wim het nodig om een stomme vraag te stellen. Is dit terrorisme? Ja, natuurlijk. Wat zou het anders zijn? Volgens de familie van de hoofdverdachte ging het mogelijk om een familieruzie. Ik geef toe, het is niet altijd wijs om direct conclusies te trekken. Schietpartij, aanslag, het blijft ook voor de media altijd een afweging zolang er geen duidelijkheid is over de motieven. En na 3 dagen spraken ze bij de VRT nog steeds niet over terrorisme. Ter vergelijking, dit is wat Martin de dag zelf over Christchurch zei. Het motief wordt extreem rechts en racistisch genoemd. En ik ben niet heel zeker van het rechtsgedoe. Hij lijkt mij een radicale centrist. Maar racist is hij zeker wel. Tot slot kwam er nog deze nieuwe Hollander met een heel doordachte vraag. Wie haat zaait? Wat zal die oogsten? En ondertussen weten we wat dat de Nederlanders geoogst hebben. Het Forum voor Democratie, de rechtspopulistische partij van Thierry Baudet. Proficiat
Nederland. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Muzikanten zijn viezerikken. 2. Gaan haalt uw jodiumpillen, want ze zijn aan het perimeren. 3. Racisme, antisemitisme en islamisme zijn alle drie kut, maar in Aals zijn er tenminste geen doden gevallen. Hartelijk dank om te kijken naar deze nieuwe aflevering van De Preek. Je kunt ons steunen door deze video te delen met iedereen dat je kent. Ik zie u graag een volgende keer terug en ik laat u nog met dit. Use your common sense.